sit down, y'all. Now our audience is a party over there with glamour and glare. So dance, yo, pop that body, move your body up and down, side to side. It's party time. Yeah, that's why we're dancing tonight till the sun is coming and the skies are bright. I'm coming to an end, I can understand that I'm a party man. Ik vind ze hartstikke lekker, maar met oorlog vind ik ze nog lekkerder. Met oorlog? Oh, patatje! Ja! Ding is vanavond weer, dus om 7 uur op Nederland 1. Een vraag, Marnix. Waarom gaat een acteur als jij in een spelletjesprogramma als Dinges? Waarom ga je niet lekker op de plank staan? Ja, dat is geleidelijk gegaan. Ik ben vorig seizoen gevraagd, een keer als gast eenmalig, daarvoor. En toen vond ik het zo ontzettend leuk wat de kinderen allemaal zeiden. Dus ja, daar heb ik waarschijnlijk zo leuk op gereageerd dat ze me weer gevraagd hebben of ik in het vaste panel wilde. En ik vind dat dus een vreselijk leuk programma. Dus het interesseert me niet of het iets met acteren te maken heeft of zo. Ik ben eigenlijk gewoon mezelf erin, probeer ik. Ja. Het stikt van de soaps tegenwoordig, hè, op de televisie. Weiger jij die allemaal? Want daar zien we jou nooit in. Nou, ik heb gescreentest voor een nieuwe soap, maar ik ben daar jammer genoeg niet in terecht gekomen. Ik weet ook niet precies waarom. Maar ik heb er geen bezwaar tegen als als je de ruimte hebt om er iets behoorlijks van te maken. Ja. En dat is natuurlijk altijd maar afwachten, want ze worden in enorm hoog tempo gemaakt. Ja. Zodat er dus niet al te veel tijd is om je te bezinnen op wat je aan het doen bent. En voor welke soap of voor welke drama-serie zou je nou graag gevraagd worden? Nou, wat er nu is, zou ik niet weten. Ja, de grens is soms heel moeilijk te trekken. Hè. Is MCW nou een soap of een dramaserie? Nou, iedereen praat bijvoorbeeld over Diamant. Dat het goed gemaakt is, goed geacteerd. Ja, ja. Nou, ik zie hem dus nauwelijks. Ik kijk ook weinig naar series, want het kost ontzettend veel tijd. Hè? Ja. Wat zijn series waarin je wel zou willen meedoen? En wat zijn series waarin je echt... Nou, mag het iets meer zijn, had ik graag in meegedaan. Ja? Nog. Dat is dus gestopt, maar dat vond ik dus ontzettend leuk. En dat had voor mij best nog door kunnen gaan. Hm? En wat is nou een serie waarvan je zegt nee? Ja, dat is altijd jammer. Altijd goede tijden, slechte tijden te roepen. Maar ik heb, ja, als ik daar wel eens naar kijk, dan heb ik daar geen contact mee, zeg maar zeggen. Nee, slechte tijden. Nee. Ja. Hey, ik ken jou nog van Hamelen. Oh ja. Dus dat is lang geleden. Ja, de blonde prins. Keek ik altijd naar. Ik heb zelf het idee, misschien zijn we niet waar hoor, dat heel veel kinderseries, dramaseries vervangen zijn door tekenfilmpjes. Ik vind dat eigenlijk nog wel jammer. Ja, dat is gewoon omdat het goedkoper is. Je koopt iets uit buitenland meestal. En er is gewoon te weinig geld voor drama. En zeker zoals het toen gemaakt werd. Ja, zeker. Twee weken voor een half uur televisie, dat is er niet meer bij. Ja. Nee. Waar zou je zelf graag naar kijken als kind zijnde? Nu vind ik dus Het Zakmes, dat wordt gelukkig weer herhaald. Dat is een fantastische serie. Ja. Waarin dat jongetje, dat is ook ongelooflijk goed. Het is een hele mooie, Het Zakmes, moet iedereen naar kijken. Ja. Ik geloof dat ik dit interview moet stoppen. Oh, want je hebt een beetje pijntjes. Ik word te ziek. Ja. Nou, zijn er aspirintjes toevallig? En thermometer. En kan die kruik even gevuld worden? Nou, dankjewel Marnix dat jij even bij ons in bed kwam liggen. Oké, ik ga naar de bed. Ik vind de bril een beetje Dame Edna-achtige bril. Ja? De bril van Dame Edna is eigenlijk een Amerikaanse vlinderbril uit de jaren 50. Ja. En dus eigenlijk wat dat betreft eigenlijk niks bijzonders. Ja. Alleen hij is zo extravagant en vandaar. He, dat hij hem op heeft. Jullie hebben zelf allebei ook een zeer eigenaardige bril op. Waar komen die vandaan? Nou, dat vind ik wel meevallen. Ik wil zeggen, ja. Dankjewel. Jullie hebben wij gaan naar Maastricht, naar de 13-jarige Laura Groeneweg. Zij is onze tweede speler. De bril ging al wel, hè, maar de muziek nog niet zo erg. Nee, moet je nog een beetje proeven. Ja. Goedemorgen, Laura. Hoi. Jij komt uit Maastricht. Ja. En je houdt van pannenkoeken? Ja. En mijn eerste vraag, die ga ik nu stellen en daarna gaat jouw tijd in. Wat is jouw favoriete pannenkoek? Met stroop, ik weet het niet. Geen bijzondere? Nee. Nee? Voor wat voor mensen ben jij allergisch, Laura? Mensen die snel kwaad worden. Ja. Voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Nee, wat is jouw grote toekomstdroom? Heb ik niet. Heb je helemaal geen toekomstdroom? Nee, ik weet niet wat ik wil worden of zo. Dus. Heb je toevallig ook idealen? Nee, niet echt. Ja, dat ik een gelukkig leven krijg of zo. Ja? Veel wat deed jij precies? Wat deed jij precies 24 uur geleden, Laura? Aankleden. Aankleden. En toen?
En toen... Geef eens een verslag van gisteren. Wat zeg je? Geef eens een verslag van gisteren. Gisteren was het maandag. Ja. Toen ging ik... stond ik op. Oh. Ja. Dat je hoorde het gewoon aankomen, man. Wat jammer nou, hè. Ja, nou ja. Je hebt een tijd gemaakt van... TV zegt 42. TV zegt 42. Ga ik zelf ook kunnen zien natuurlijk. Ja. 42 seconden heb je gemaakt, Laura. Dat is een goede tijd, maar je hebt dus geen prijs gewonnen. Nee, nou ja. Jammer, hè? Ja. Prettige dag, Laura. Doei. Dag. Of the Rock hoorde je van Mother's Finest.